Hallo allemaal, lezen voor de lijst. Peter Middendorp, vertrouwd voordelig. Het boek heeft een motto: geschiedenis is als een winterjas. Trek hem aan en je begrijpt het. Het gaat hier natuurlijk om de persoonlijke geschiedenis van de hoofdpersoon. Zijn persoonlijke geschiedenis die hij opschrijft en waardoor er een vorm van begrip ontstaat. Dat geldt natuurlijk ook voor de lezer. Als hij het boek uit heeft, begrijpt hij de hoofdpersoon beter. Het is een satirische roman. Dus het is een vorm van satire over een puber, bij wie ook het perspectief ligt, Vincent Hensel, die 2 keer van school is getrapt en nu thuis wat klusjes doet in de winkel van zijn vader, die omgetoverd is tot een filiaal van Blokker. Het speelt allemaal in een winkelstraat in Emmen. En Drenthe en Emmen spelen ook een belangrijke rol. Er is dus satire, bijtende spot. En dat geldt vooral als het gaat over de inwoners van Drenthe en van Emmen. Die komen er op een heel grappige manier, vind ik, heel slecht af. Die worden als heel dom en kooplustig beschouwd en uit op voordeeltjes. En die worden eigenlijk zo neergezet dat ze niet bepaald intelligent overkomen. Dat heeft in de publiciteit een hele rel opgeleverd. Er zijn ontzettend veel boze reacties gekomen op dat neerkijken op Drenthe en op Emmen. Maar ja, de schrijver schrijft een roman en dat is fictie. Dus je moet het misschien ook met een korreltje zout nemen. Komisch is het wel, vind ik. En dat is ook een van de kanten van het boek, dat het een behoorlijk humoristisch boek is. Hoewel het ook droefkomisch is genoemd. Het is wel droevig wat er in voorkomt op sommige momenten. De Drenthe zijn dus dom, kooplustig en op het waanzinnige af. Die hebben nooit iets gepresteerd of van waarde voortgebracht, zegt het boek. Nou, dat is nogal wat. Omdat het boek deels autobiografisch is, is Middendorp wel een nestbevuiler genoemd. Hij komt daar vandaan en hij bevuilt zijn eigen nest. En er is dus een rel uitgebroken over het boek waarin Middendorp het er flink van langs kreeg. Ik geef een citaat over de Drenthe, wat anderen dom noemen. Laf, duf en ongeïnteresseerd noemen demografen sindsdien een eenzijdige bevolkingsopbouw. Dat is wel grappig. Vincent haat zijn vader, hij haat de winkel, hij is een echte puber. En pubers die zijn extreem in hun opvattingen in sommige gevallen. En hij haat dus zijn vader, hij haat de winkel en alles wat met die winkel samenhangt. Hij haat de medewerkers en hij vindt de bewoners van die winkelstraat maar wat dommig en achterbaks. Er zijn in het boek vooral naar het slot toe genoeg ontroerende momenten die aantonen dat Vincent niet alleen maar haatgevoelens heeft, maar ook wel om zijn familie en vrienden geeft uiteindelijk. Want het is nog wel tragisch wat er gebeurt. De winkel is een filiaal dus van Blokker en geworden en uiteindelijk is B, de vader, een echte kleine middenstander die probeert om zoveel mogelijk te kopen en die winkel te verkopen. En die winkel die loopt ook eigenlijk best wel goed. In de winkelstraat huizen nog een paar middenstanders die in het boek figureren, waarvan Stukjes, zo heet die man, en Henny Lubberman met zijn Ria wel de belangrijkste zijn. Ria zal later, tragisch genoeg, zelfmoord plegen met een sjaal die ze zelf gebreid heeft. Verder is er de altijd voor het raam staande oma Maatjes, die alles en iedereen bespiedt en in de gaten houdt. Als een liefje van Vincent figureert Katinka, die niet echt Vincents favoriet is, maar wel op een gegeven moment seks met hem heeft, met wie hij dus wel seks heeft, maar een heel onromantische vorm van seks die ook wel weer bij de inhoud past op dat moment.
Een van de recensenten heeft het boek beschreven als een boek waarin de personages moeten blijven of vluchten. Dus ze moeten in die winkelstraat blijven wonen en in Drenthe, of ze moeten vluchten. En als ze vluchten, zijn ze eigenlijk gedoemd. Dat is eigenlijk om er een zeer oninteressant, saai en eentonig leven op na te houden. En ik denk dat dat een goede karakteristiek is, ook een beetje een thema van het boek. Blijven of vluchten. De middenstanders en de middenstandswereld is van een enorme lulligheid. Van een huiveringwekkende saaiheid. En van een gekmakende eentonigheid. De Ria van Henny, en Henny is een ex-Drentse zanger, een zanger in het Drents, die een muziekzaak heeft, pleegt zelfmoord met een sjaal. De sjaal van Henny, die Henny ook altijd draagt, een witte sjaal, die een soort leidmotief in het boek is. Henny die veel dronken is en er eigenlijk niet goed tegenop kan, tegen het leven daar in die straat in Emmen, besluit op een zekere dag naar Zwitserland te vluchten. Dat lees je pas achteraf. Hij is op een gegeven moment verdwenen. En niemand weet waar hij naartoe is. En dan later blijkt dat hij in Zwitserland in een huisje heeft gezeten en daar plotseling een hartstilstand heeft gekregen en waarschijnlijk en overleden is. En die Henny die heeft dat gedaan nadat zijn Ria dood is gegaan. En hij wordt uiteindelijk dus zelf dood aangetroffen. En hij laat geld achter voor B, voor oma Maatjes en voor stukjes. En B heeft het geld heel erg nodig, want die heeft plannen gehad om zijn zaak met een etage uit te breiden. Maar die is door die stukjes weer min of meer opgelicht met het verzamelen van asbest, het verwijderen van asbest. Maar nou, die hoeveelheid geld die die Henny achterlaat is een soort deus ex machina. Die maakt veel goed. Oma krijgt geld terug voor haar investering in het muziekhuis van Ria en van Henny. En B krijgt geld voor de verbouwing. Die was stilgelegd vanwege de asbestruiming. En hij had geld geleend bij de bank en kon, dat was op een gegeven moment op, dus kon er niet verder gebouwd worden. En stukjes heeft ook geld gekregen. Dat verhaal over die asbestverwijdering is op zichzelf zeer humoristisch. Die stukjes die komt met een aantal van die sjofele werklieden die niet al te hard werken. En hij maakt een enorm werk van alle voorschriften die de gemeente of het Rijk heeft gegeven rondom asbestverwijdering. En ondertussen incasseert hij dus enorm veel geld. Het blijft een beetje onduidelijk, voor mij althans, waar het geld van die Henny vandaan komt. Heeft hij dat met die muziekwinkel verdiend? Ja, dat is voor een groot deel immers helemaal onduidelijk waar hij dat vandaan heeft. En die zaak liep helemaal niet zo goed. Nou ja, in ieder geval blijven of vluchten dus. Henny verdwijnt en hij sterft uiteindelijk in de Alpen, ver weg van Emmen. Ook B maakt een tocht. B is altijd verzot geweest en gebleven op Frankrijk en zijn wijnen. En hij gaat er ook op een gegeven moment op zoek naar Henny. En hij denkt dat Henny zich ergens in Frankrijk begeeft. Het is ook een waanzinnige soort, ja, het is eigenlijk een soort vlucht of een soort zoektocht naar die Henny en maakt een tocht naar Frankrijk dat hij als land altijd al bewonderde en waarin hij de liefde voor de rode wijn heeft opgepikt. Behalve Ria speelt er ook nog een andere zelfmoord een rol en die is wel heel serieus als het al een zelfmoord is, namelijk die van de opa van Vincent die in de gracht gelopen is ooit. En die in de plaatselijke gracht dus ook verdronken is. En de vraag voor Vincent is, aan het eind van de roman, ja, heeft hij dat nou werkelijk zelfstandig als een zelfmoord gedaan, zeg maar? Moet je het als een zelfmoord zien?
Of is het toch een ongelukkige val, een struikelpartij die hem in de plomp heeft doen belanden? Het blijft eigenlijk een beetje in het midden. Het is, zeggen de recensenten, een mooi, vrolijk, droef boek. En wat dat betreft is het inderdaad vertrouwd voordelig. Vertrouwd voordelig slaat natuurlijk op die winkel van B. B was eerst zelfstandig. Hebo heette het. En daar zit ook weer een verhaal aan vast waarom het Hebo heet. Maar in ieder geval, het is door Blokker overgenomen. Laten we eens een kijkje nemen naar wat de verschillende recensenten zeggen. Ik citeer, daar tussen de droogrekjes en de citruspersen haat hij alles wat hem voor de voeten komt. Plaats en provincie, winkel en klanten, maar vooral zijn vader. En dat is een karakteristiek van die Vincent, die desondanks een zoektocht onderneemt naar de reden van het feit dat zijn opa is overleden en die wel zoveel van de verschillende mensen houdt dat hij ook ondersteboven is bij die zelfmoorden die er gepleegd worden als die opa al zelfmoord heeft gepleegd. Het is een hoogst persoonlijk, dus een beetje autobiografisch, droefkomische roman, want die Peter Middendorp komt zelf uit Drenthe en uit Emmen. En heeft ook inderdaad 2 jaar lang de winkel bestuurd, zeg maar, beheerd. En is niet naar school gegaan, heeft zijn school niet afgemaakt. Nou, later heeft hij dat meer dan goed gemaakt en is hij journalist geworden. En heeft hij van alles geschreven, waaronder deze roman die voor het eerst echt een succes was. Het is dus ook een typische vader-zoon roman. En het opvallende in die relatie tussen vader en zoon is dat die vader onverschillig staat tegenover het feit dat die jongen niet zijn school heeft afgemaakt. Het kan hem eigenlijk helemaal niet zoveel schelen. Hij is er niet mee bezig, want hij is alleen altijd met die winkel bezig. En in die winkelstraten. En dus... Het laat hem eigenlijk koud dat zijn zoon de studie niet heeft afgemaakt. En dat geldt eigenlijk voor moeder Minnie eigenlijk ook. Die maakt zich daar niet bepaald druk om. Veel recensenten prijzen het observatievermogen van de verteller. Dus dat betekent dat de verteller heel veel kleine details aan mensen ziet en mensen kan neerzetten die je zo voor je ziet en die maakt dat echt heel realistisch. En wat ziet die auteur dan? De naaktheid van de mens, wordt er gezegd. Dus het feit dat de mens ten voeten uitgetekend wordt in zijn zwakten, in zijn gebrek, die Drenthe worden neergezet als echte koopbeluste, dommige figuren, maar ook de mensen in zijn directe omgeving, zoals oma Maatjes en B zelf, zijn vader en Henny, die worden er prachtig neergezet in hun beperktheid, in hun tekort. Maar ook zijn eigen naaktheid spaart hij niet, hij spaart zichzelf niet. En hij is dus wel door een recensent van de Volkskrant schuchter en schaamteloos tegelijk genoemd. Schaamteloos omdat hij de dingen direct bij de naam noemt, zoals ze zijn, en schuchter omdat er toch een soort terughoudendheid in zit. Dat moet je lezen om het goed te kunnen uitleggen eigenlijk. Dus je kan het wel zeggen, maar je moet zelf, maar als je het boek leest, daar maar eens op letten. Zijn beschrijving van zijn ouders en van zichzelf is soms pijnlijk raak. Hè? Het is een sarcastische beschrijving van zijn eigen jeugd, maar het is ook vooral een zwarte komedie, want het is een grappig, er zitten grappige elementen in en het draait om vluchten of blijven. Mensen die blijven lijken verdoemd. Ria, Henny,
Als Ria zich verhangt, stelt Vincent zich voor hetzelfde te doen. Dat is een wrang soort humor, zegt een van de recensenten. En dat is ook zo. En hij komt daar op het overloopje en de trap. En denkt dan, wat als ik dat nou eens een keer zelf zou doen? Wat zou dat dan betekenen? Stel je voor dat je niet verder komt dan Emmen. Hè? Dat is echt de gedachte, denk ik. Stel je voor dat je nooit loskomt van deze kleine, beperkte wereld waarin de naaktheid van de mensen, het menselijk tekort te zien is, waarin de ergernis is over de kleinheid van de mens, van de mensen die in de winkel komen, maar ook van degene die die winkels drijven en van die middenstandskring daar in Emmen. Het draait voor een deel ook om de vraag of zijn opa aan het eind een wilsbesluit heeft genomen om te sterven of dat het een ongeluk was. En de roman draait verder om de liefde van familie voor familie en om verlies. Maar die haat en die negativiteit en het sarcasme gaat geleidelijk over in liefde. Dat blijkt wel uit die zoektocht aan het eind. Zijn ouders zijn heel egocentrisch. Dus zij zijn niet zozeer egoïstisch, bewust egoïstisch, maar ze zijn egocentrisch. Ze stellen hun eigen leven in het middelpunt en met name die zaak. Ze zijn altijd met die zaak bezig. En lijken zich nauwelijks te interesseren voor het feit dat hun zoon de school niet heeft afgemaakt. En zo zijn toekomst verknald ziet. Maar ten diepste is zijn afkeer gestoeld op verlangen. Dat moet je in de gaten houden. Je moet er een beetje doorheen lezen. Hij is helemaal niet zo negatief als hij overkomt. Want hij verlangt eigenlijk naar verbinding, naar erkenning, naar liefde van zijn ouders en van zijn omgeving. Maar die krijgt hij niet. Die onverschilligheid die in hem is, is eigenlijk een verlangen naar erkenning. Middendorp is vooral sterk in de dialogen, als we het over de stijl hebben. Hij schrijft hele knappe, leuke, humoristische dialogen. De communicatie loopt vaak vast. Mensen praten langs elkaar heen. Iedereen is vooral met zichzelf bezig. En die zelfmoord die geeft wel de ernst van de zaak aan, de zelfmoord van Ria bijvoorbeeld, maar ook die van zijn opa. De roman heeft droog komische humor en komische observaties die de kou uit de sombere lucht halen. Het is een cynisch boek, maar de humor vergoedt veel en je moet er doorheen lezen om te zien, te begrijpen dat er toch wel degelijk ook betrokkenheid is van die kant van die Vincent, die puber. Er is ook een recensent die negatieve dingen zegt. Hij zegt, er wordt ook wel gezegd van het boek, het is te langzaam. Het gaat allemaal veel te langzaam. Er zit weinig vaart in het boek. Het is te saai en het is te cynisch. Dat zijn drie keer te en te is nooit goed, zoals je weet. Nou, dat was het voor Vertrouwd Voordelig. Leuk boek voor je lijst om. Leest lekker door, is niet ingewikkeld, heeft geen ingewikkelde structuur of perspectief. Het is gewoon interessant om te kijken hoe zo'n jongen in Emmen probeert te overleven. En hoe hij, Peter Middendorp, een heel mooi boek opbouwt met het thema vluchten of blijven. Dat zou ik dus als het thema zien. En de motieven zijn natuurlijk het winkeliersbestaan, het middenstandsbestaan, de dood, de zelfmoord, die als thema terugkomt. De humor als thema, dus heel humoristische en het cynisme dat een heel belangrijke rol speelt. Ik hoop dat je van deze korte bespreking, dat je daar weer wat aan had. En zou zeker, als je Neven niet gaat lezen van Peter Middendorp, zou ik zeker Vertrouwd Voordelig
lezen. Dan kun je beter vertrouwd voordelig lezen dan neven. Ik heb meer genoten van vertrouwd voordelig dan van neven. Nou, ik wens je een fijne dag en ik ben er binnenkort weer met een nieuwe titel. Dankjewel.